U vertelde vanmorgen dat u ook zo tijdens het wassen dat u zich heel erg moet inhouden, het tempo aanpassen. Hoe gaat dat? Hoe is dat voor u? Nou, dat is gewoon stress. Daar krijg je gewoon stress van. Ja, ik ben niet zelf vrouw. Ik ben een bewegelijke vrouw. En ik ben een vrouw die altijd een beetje bezig is en zo. En nou, hebben we de Jan Dirk ontzettend netjes dat hij de deur uitgaat. En het moet allemaal precies zo en zo. En als hij het dan niet doet, dan zeg je, nou, schiet dat toch eens op, joh. Nou, dan zie ik zijn hele gezicht bewegen. En dan, nou, dan zie ik de ogen al nat worden. En dan gaat hij huilen. Dus ik moet mij terugtrekken daarin. En dat heb ik me ook zelf al aangeleerd. En dan ga ik ook direct, als ik klaar is, zoals ik direct ook bij de hond eruit. En dan waai ik wel weer uit. Maar zo moet je dat toch. Je moet er zelf een oplossing voor vinden. Niemand kan me dat zeggen. Nou, kom maar even. Mag ze even loslopen? Hè? Even uitvliegen. Ja, even uitvliegen. Hè? Ga maar. Hupsa. U vertelde net van als het u even te veel wordt of even met de hond uit, dat is een uitlaatklep voor mij. Ja. Heb je nog andere manieren om... Ja, of ik stap in de auto, ik ga even een boodschapje doen wat ik dan toch vergeten heb. Ga ik even nog wat zand in. Ja, ik pak altijd wel iets dat ik het... Iets doen.